Het slaat gewoon helemaal nergens. Ik ben nu echt zat. Ik ben nu echt zat. Ze gaan gewoon met 20 tot 40 lege stoelen gaan ze weg. Terwijl je bij de balies van Thomas Cook en Neckerman een speld kan horen vallen, lopen de gemoederen bij de buren hoog op. Gedupeerde vakantiegangers zetten alles op alles om hun vliegtickets om te boeken. Maar ook dat geeft nu problemen omdat die nog steeds gereserveerd zijn voor het reisbureau. En ze de stoelen niet vrij kunnen geven. En het heeft ook iets met de garantie te maken. Dus ja, dan gaan er 2 halve lege vliegtuigen gaan dan weg. We hebben het zekere voor het onzekere genomen in overleg met Thomas Cook. Dat wij de reis beter om konden boeken om zeker te zijn dat wij gewoon naar het hotel konden. Dat heb ik gisteren gedaan. We rijden vanochtend naar Schiphol. En ik zie op Facebook staan dat alle vluchten zijn gecanceld. En hun hebben gisteren zelf de koffertjes gepakt. Dus als ze die nou zelf weer terug uit moeten laden, dat vinden ze niks. Ik heb ook nog nooit gevlogen. Het is voor mij de eerste keer. Dus... Ik wil ook vliegen. De kinderen kijken hier al 9 maanden naar uit. Ja, het is echt niet leuk. Andere reisorganisaties springen inmiddels in de bres voor gedupeerde vakantiegangers. Treed in contact met een reisagent of een reisbureau als je het dan niet gedaan hebt. Ook als je dat online gedaan hebt. Er staan honderden reisbureaus en reisagenten klaar om dat te doen. En die zorgen voor of een andere boeking, dus een andere accommodatie, in overleg. Of als je niet tevreden bent, dat je dan je geld terugkrijgt. En dan is er plotseling goed nieuws. Dankjewel. Bedankt voor de goede zorg. Ja. 2300 euro lichter. Maar ja, we gaan wel op vakantie. We hebben hem. Super fijn. Ja. Voor de eerste keer, yay! Het eerste wat je gaat doen als je daar bent? Een biertje drinken, denk ik. Ja, ik denk het ook, ja.